Hallo dansers van Beats and Dancing. Aankomende maandag is er geen dansen, hou daar rekening mee. De eerste les is weer op maandag 5 februari. En dan gaan wij Make It Shake doen. Dat is een best wel moeilijke dans, dus wij doen daar dan de eerste twee blokjes van deel A. En voor degenen die niet kunnen wachten, doe ik hem nu alvast voor. Hij gaat met rechts, rok opzij. Rok, gewicht terug. Op de endtel sluit je aan. En ook met links, rok, gewicht terug. En ook naar voren, rok, gewicht terug. In het snel is dat rok, step en rok, step en rok, step. Dan spring je met rechts naar achter en linkerknie omhoog, knie. En nog een keer, knie. Dat zijn de eerste 8 tellen. Ja, gaan we tellen. 7, 8, 1, 2 en 3, 4 en 5, 6, 7, 8. Dan stap je met links opzij in de diagonaal. Zij. En dan heb je rechts een hitch. Hitch. Tik rechts naast. En dan een flik naar achter. Dat is een schopje achter je linkerbeen. Flik. Ja. Dat zijn weer de 4 tellen van blokje 2. We stonden met links omhoog. Kregen we links een stap opzij in de diagonaal. Dus. Zij. Hitch. Tik. Flik. Dan stap je weer naar rechter muur met rechts voor. Lok je met links naar achter en pop je rechterknie naar voren. Dus dat is 5. Lok met een pop. Dan zet je rechts weer op de plaats en dan heb je met links de knie omhoog. Op de sheet staat ook een pop, maar dat is een beetje moeilijk in de praktijk. Dus je mag kiezen wat je doet, of een pop of je knie omhoog. Maar je zet rechts neer in ieder geval. Dat is tel 7. 7. En dan zet je links voor 8. Dat zijn de eerste twee blokjes van Make It Shake, deel A. Ja? We doen blokje 2 nog een keer vanaf het begin. We stonden met rechts op de grond, links knie omhoog. En dan krijg je in de diagonaal stap opzij 7, 8, 1, hitch, tik, flik, stap, pop, knie, stap. Alle tweede blokjes. 7, 8, rok, step en rok, step en rok, step, knie, knie, zij, hitch, zij, flik, voor, pop, knie, stap. Oké, dat was Make It Shake, deel A, de eerste twee blokjes. En als dat goed gaat, doen we de week daarna de andere twee blokjes. Die zijn nog wat uitdagender. Heel veel hakketenenwerk, maar daar komen we vast wel aan toe. Het is een hele fijne dans, leuk, mooie dans, stoere dans, leuke dans, springdans, alles. Dus tot maandag 5 februari. Oh, en als je de hele dans wil zien, dan moet je eventjes hieronder op de link klikken. En dan krijg je heel de dans te zien.